In mijn zoektocht naar Arnhemse architecten kwam ik uit bij Nexit Architecten. Vandaag Wilbert de Haan, met wie ik loop langs een aantal van zijn projecten. En we staan hier op het Eddy Lamakersplantsoen met de Sonsbeek Single. Wilbert, architect, weet jij hier waar het hotel nu is en waar Caspar Café nu is, wat daar vroeger stond? Jazeker, hier stonden ateliers. Hier stonden heel veel oude pandjes waar kunstenaars ateliers hadden. Ik kende zelfs iemand die hier zijn atelier had. En wanneer kwam bij jullie de opdracht binnen om hier een modehotel neer te zetten? De opdracht voor het hotel die kwam omstreeks 2008. Maar daarvoor, twee jaar daarvoor, hadden wij al opdracht gekregen van Volkshuisvesting om op deze plek 4 atelierwoningen, nieuwe atelierwoningen te ontwerpen. En globaal gezien had dat ontwerp al deze vorm. Alleen intussentijd was er op een gegeven moment bedacht dat het ook goed zou zijn als in het modekwartier een hotel zou komen. En dat dit eigenlijk de meest ideale plek daarvoor zou zijn. Dus toen werd ons ontwerp even in de koelkast gezet. En wij dachten aanvankelijk van, jammer, want dan gaat misschien ons ontwerp wel helemaal niet door. Alleen toen kwam Volkshuisvesting bij ons terug van inderdaad met het verhaal van wij willen een hotel, maar we zijn best gecharmeerd van dit ontwerp. Kunnen jullie dat omtekenen naar een hotel? Nou, aanvankelijk stonden we daar wel een beetje van te kijken van gaat dat allemaal wel lukken? Want van een woningplattegrond kun je niet zomaar een hotelplattegrond maken natuurlijk. Maar toen zijn we er wat beter over na gaan denken en uiteindelijk hebben we dat toch kunnen oplossen. Ik kan dat zo meteen wel even laten zien hoe we dat hebben gedaan. En wat is dan uiteindelijk het bouwjaar van Hotel Modest en Caspar? We hebben het in 2011 is het opgeleverd. Dus 2010, 2011 is het bouwjaar geweest en het jaar daarvoor zijn we ermee bezig geweest. Was het een hele klus? Ja, het was een enorme klus. Maar dat is bij alle binnenstedelijke situaties. Het is natuurlijk een hele krappe bouwlocatie op deze plek. Maar daarnaast was ook het programma best fors voor de plek. En je ziet ook echt, ook aan de buitenkant, zie je echt dat iedere meter gewoon benut is. En soms levert dat ook hele mooie plaatjes op. Bijvoorbeeld dus op zo'n plek aan de achterkant. Daar hebben we nog 2 parkeerplaatsen weten te realiseren op eigen terrein. Waar dan weer een deel van het gebouw overheen kraagt. Ja, en dat levert dan ook alweer spectaculaire beelden op. Het is natuurlijk heel opvallend dat er weer gekozen is, net zoals in de Amsterdamse schoolstijl, voor de dakpannen. Wat zit erachter? Ja, we hebben bij dat oorspronkelijke ontwerp al goed gekeken naar wat is er nou te vinden in Klarendal. Hoe ziet Klarendal eruit? En dan zie je dat er opvallend veel dwarskapjes in de straten voorkomen. En daarmee bedoel ik dat er veel woningen zijn waarvan de daken haaks op de straatas staan. En dan krijg je dus hele markante gevels met allemaal kapjes op een rij. En daar hebben we bij dit ontwerp ook een spel van gemaakt. En alleen dat hebben we nog iets verder uitgediept door die dwarskapvorm aan weerszijden te beëindigen met een halve dwarskap. En daardoor heeft dus de voorkant van het gebouw ook die opvallende vorm. Ja, we staan nu aan de voorkant van Hotel Modest en natuurlijk Café Caspar, dat is ook door jullie ontworpen. Wat opvalt is die prachtige baksteen. Ja. Ja, we vonden het natuurlijk belangrijk dat we bij een modehotel ook aandacht besteden aan de jas. Hè? Net zoals dat modeontwerpers dat ook belangrijk vinden. En dus we hebben gekozen voor dit metselwerk en voor deze baksteen. Omdat hij gewoon een hele mooie tactiele uitstraling heeft. En dat komt met name doordat we een baksteen op zijn kant vermetseld hebben. Dus normalite zie je van deze bakstenen, die mooie holletjes die je in deze baksteen ziet, die zie je niet omdat die in de voeg zitten. En wat wij gedaan hebben is deze baksteen gekanteld. Dat kan tegenwoordig omdat je met allerlei lijmtechnieken ook hele stevige metselwerkconstructies kan maken.
En daardoor is die holte nu de zichtkant en krijg je dat fraaie tactiele metselwerk wat in deze gevel zit. Hoeveel kamers zitten er aan de voorkant? Ja, in totaal zitten er 20 kamers in het hotel. Aan de voorkant zitten er 12. En het hotel is opgebouwd uit een stenen voorhuis en een houten achterhuis. We vonden het belangrijk dat ook de achterkant er heel goed uitzag. Omdat die voor een belangrijk deel ook eigenlijk ook een voorkant is aan het Ellie Lamakers plantsoen. Maar er zit bovenin, dat is dan de derde etage, daar zit een heel groot raam. Dat moet dan wel de mooiste kamer zijn. Ja, dat klopt. Dat zijn ook, daar zijn er twee van. En dat zijn ook echt hele mooie kamers. Die hebben ook twee verdiepingen. En bijvoorbeeld de kamer op deze hoek is ingericht door modeontwerpers Spijkers en Spijkers. Ook wel bekend hier in Arnhem. En net zoals dat alle ruimtes trouwens ingericht zijn door modeontwerpers. Die hun opleiding ooit hier aan de Artes hebben gehad in Arnhem. Ja, dat zijn de alumni. De alumni, ja. Ja. Nou, we hebben een aantal knipogen gemaakt. Dus wat je ziet is dat we in die glazen gevels nog schuifraampjes gemaakt hebben. Nou ja, en de ouderen onder ons kunnen daarin de schuifraampjes herkennen die vroeger ook in de intercities zaten. Want ja, we zitten hier natuurlijk aan het spoor. En we vonden het leuk om daar knipogen naar te maken. Net zoals dat we dat ook bij de bankopstellingen hebben gedaan. Die refereren ook naar de ouderwetse coupé-opstellingen in de treinen. We zijn nu binnen bij Hotel Modest. Maar houdt nou het werk aan de buitenkant, houdt jouw werk dan ook op? Of ben je binnen ook nog druk? Nee, dit is echt een gezamtkunstwerk geworden. Tussen ons als architectenbureau en de modeontwerpers die hier in het interieur aan het werk gezet zijn. Dus wij hebben echt het hele gebouw getekend en ontworpen. Alle plattegronden, de kamers, de indeling, et cetera. Alle modeontwerpers, dat zijn er meer dan 20 geweest, onder leiding van Piet Paris, hebben dus allerlei aankleding van het gebouw gedaan. Waaronder dus bijvoorbeeld zo'n kroonluchter waar we nu tussen staan. Maar alle hotelkamers hebben dus een eigen unieke inrichting. Als je daar meer over wil weten, zou ik zeggen bezoek de website van Hotel Modest. Dan kun je zien welke ontwerpers er allemaal welke kamer hebben ingericht. En welk verhaal ze daarbij hebben. Ja, we zijn hier in een wonderlijk stukje Sint Maarten aangekomen. Waar staan we precies? Ja, we staan hier in het binnengebied van Sint Maartenshof. Dat is een CPO-project. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat betekent dat hier een twintigtal bewoners gezamenlijk dit project ontwikkeld hebben. Gezamenlijk. Enerzijds dus om daarmee een beter project te kunnen realiseren. Je kunt je voorstellen dat je met 20 opdrachtgevers gezamenlijk meer voor elkaar kan krijgen als een afzonderlijke particuliere opdrachtgever. Maar tegelijkertijd zie je ook wel hier aan deze achtergevels dat iedereen ook zijn particuliere wensen heeft kunnen vormgeven. Het gaat om de zogenoemde kluswoningen. Aan de voorkant dan zijn we aan de Hommelseweg. Wat is precies nou een kluswoning? Nou, deze woningen, je ziet het hier niet zo goed, maar aan de voorkant wel. Het zijn gewoon oorspronkelijke laat 19e, begin 20e eeuwse woningen. Stonden eigenlijk ook al op de nominatie om gesloopt te worden. En door allerlei vertragingen in de stadsontwikkelingen en weerstand vanuit de buurt is de stadsvernieuwing die hier eigenlijk plaats zou vinden nooit meer van de grond gekomen. En is er uiteindelijk voor gekozen door de gemeente en woningbouwvereniging Portaal destijds om dit blokje huizen afzonderlijk te verkopen als kluswoningen. Onder wel belangrijke voorwaarden. Dat hield in dat de bewoners zich moesten verenigen in een kopersvereniging. En er gezamenlijk voor zorg moesten dragen om binnen 2 jaar de buitenkant van al die woningen weer helemaal opgeknapt te hebben. En optima forma
geïsoleerd en alles wat je voor een hedendaagse woning wil hebben. En dat moesten ze ook met één architect doen. En daarvoor is uiteindelijk ons bureau gekozen. Het is wonderlijk. Het is ook een oase van rust hier. Je ziet dat de woning een apart uiterlijk heeft en toch past het bij elkaar. Hoe heb je dat als architect aangepakt? Ja, we hebben wat hier denk ik goed geslaagd is, dat je enerzijds de eenheid ziet en anderzijds wel degelijk de particuliere wensen van de afzonderlijke bewoners. We hebben eigenlijk een soort palet van maatregelen aangeboden aan de bewoners. Wat je wel duidelijk ziet is dat de achtergevels helemaal nieuw zijn gemaakt. Dat komt omdat we ze in een heel dik pak isolatie hebben ingepakt. En dat kun je vervolgens op verschillende manieren afwerken. Met stukwerkgevels of met houten gevelbekledingen. Mm-hmm. Dus we hebben eigenlijk een soort van palet van afwerkingsmogelijkheden aangeboden. En uiteindelijk hebben de afzonderlijke opdrachtgevers gekozen voor een bepaalde afwerking. En daardoor zie je dus hier ook een palet van materialen en kleuren door elkaar heen. En tegelijkertijd zie je ook dat dat wel een gemeenschappelijke uitstraling heeft. Ja, inmiddels zijn we in Klarendel bij school 3 beland. Wat kun je over dit gebouw vertellen? Wat was het eerder? Allereerst was het een lagere school. School 3 heet het ook. En daarna is het lange tijd een MEAO geweest. En uiteindelijk is het DDV geweest, docent dramatische vorming. En uiteindelijk is het in 2008 vrijgekomen. En toen zijn wij begonnen met herbestemming van dit gebouw. Ja, jullie kregen de opdracht om dit gebouw eigenlijk te conserveren. Hè? Het was een heel oud gebouw. Wat trof je aan toen je hier kwam voor het eerst? We zijn heel lang bezig geweest met dit gebouw. Dus toen we er net mee begonnen, toen was het nog wel in een redelijke staat. We zijn heel lang bezig geweest met plannen voor bewoning van dit object. Maar dat heeft door heel veel weerstand in de buurt best lang geduurd. En tegen de tijd dat die plannen rond waren, brak de crisis uit en viel dat ook stil. En, en daarna zijn we pas begonnen met deze plannen voor een gezondheidscentrum. We hebben dus in de jaren dat we eraan gewerkt hebben, hebben we het gebouw ook al achteruit zien gaan. Wat heb je precies gedaan aan het gebouw? Neem ons eens mee. Op dit schoolplein waar we hier staan, dat was eerder veel voller gebouwd. En dat zie je ook wel aan allerlei sporen in de gevel die je nog aantreft. Nou, al die aanbouwtjes die er in de loop der jaren aan vastgekoekt zijn, die hebben we er allemaal weer afgehaald. Die zijn weggesloopt. En, dus we hebben enerzijds hebben we het gebouw compacter gemaakt. Anderzijds hebben we in het interieur van het gebouw veel meer meters gecreëerd. Met name door de zolderruimte bruikbaar te maken. Met die extra trappenhuizen die we erin gemaakt hebben. Als je nou zo'n gebouw hebt wat ooit door iemand anders is ontworpen en gemaakt. Als je dat nou een soort van facelift gaat geven. Kijk je dan ook naar oude tekeningen bijvoorbeeld? Jazeker, tuurlijk. Kijk, daar waar het mogelijk is, probeer je natuurlijk dingen te restaureren. Dat hebben we ook voor een belangrijk deel gedaan. We hebben gekeken naar oude raampartijen die zijn teruggebracht. We hebben gekeken hoe het gebouw functioneerde. Het was eigenlijk voor zijn tijd technisch gezien een heel erg vooruitstrevend schoolgebouw. Met een heel erg slim ventilatiesysteem in die tijd al. Tegenwoordig is dat nog steeds een hot item. Hoe moet je schoolgebouwen ventileren? En dat was in dit gebouw eigenlijk al heel goed gedaan. En het leuke is dat we dat ook in het huidige gebruik nog steeds gebruiken, dat systeem. Je hebt net een hele mooie kleur laten zien. En hoe heet die kleur? Ossenbloedrood. Ja. En dat is een kleur die we in het gebouw al aantroffen.
En nou ja, bij de entrees, die wel echt duidelijk hedendaags vormgegeven zijn, hebben we wel gekozen voor die historische kleuren. Ook omdat ik hem heel erg mooi vond, hoor. Maar het is ook leuk om allerlei dwarsverbanden te leggen met historische bouwdelen en nieuwe. Wat natuurlijk heel erg in het oog springt, is die prachtige luifel. Ben je er lang mee bezig geweest om die zo mooi te houden? Ja, nou, die luifel die hebben we echt teruggerestaureerd op basis van fotomateriaal. Dus op historische foto's zagen we dat die met een heel mooi figuur beschilderd was. En dat hebben we dus ook helemaal gereconstrueerd. Ook op tekenwerk al hebben we mallen gemaakt voor de schilder. Zodat die luifel weer helemaal zoals hij er vroeger uitzag teruggerestaureerd kon worden. Je hebt binnen ook het een en ander veranderd en gedaan. Laten we eens kijken hoe het er binnen uitziet. Ja.